maar kort te gaan. Ik heb even een jasje aan voor het idee, want volgens mij is het echt 1000 graden buiten. Ik heb dat nieuwe topje aan van Missguided en dit broekje van de Zara. Lekker alles nude. Echt gewoon mijn docs, want mijn voeten zijn echt absoluut nog niet ready voor de zomer. En ik neem lekker deze tas mee van Ted, want die is toch niet thuis. En gewoon mijn grote kleed die ik ook, mijn zoontje die ik gisteren ook op het strand had. Ik ga dus naar het Oosterpark met mijn verbrande huid en mijn bodybody. Met Lo en Fernando van mijn eerste opleiding. Ik heb hun echt, nou, Lo heb ik onlangs nog wel een keertje gezien. Maar Fernando heb ik echt bijna een jaar niet meer gezien. En echt zin in. Hallo, wij zijn in het Oosterpark met Lo en Fernando. Stel jezelf voor. Nee, als je Lois. Oké, okay, Fernando, vertel. Ik ben Fernando. Ja, ik ken Dani en Lois van de opleiding. Ondertussen zijn jullie gestopt. In het eerste jaar al. Maar niet uit. Kan gebeuren. Kan gebeuren. De drop-outs. Drop-out. Ja. Nou, ik ben Lois. En nou ja, zoals Fernando al zei, ken ik van de opleiding International Business. Nou, na een jaar ben ik ermee gestopt. Dus ik ben ver gegaan. Gooi even je Insta. En Lois Jacob. Ik zal het er even bij zetten. Lekker! Milkshakes besteld. Vertel jij even hoe het ging. Nou, ik had de Cinnastics gekocht en mijn milkshakes. Toen werd ik eerst gebeld dat de milkshake machine kapot was. Zij wilde daar vroeg van, nou, willen jullie dan liever Ben & Jerry? Nou, ik zei prima. Nou, toen kwam die dus. En toen hadden ze at die mijn Cinnastics wel, maar de Ben & Jerry's die was eruit gevallen. Dus ik kwam die nog even naleveren. Maar we hebben wel een grote gekregen. En twee van die. Ik vind het heerlijk. Goeiedag, het is weer 9:30. Ik ben weer thuis van het park. We hebben daar nog pizza gegeten. Oh, wacht, heb ik gewoon nog gefilmd. En ijsje. En ik zit zo vol. En ik ben ook echt... Hier zie ik niet echt. Maar hier... Ik ben een beetje bruin geworden. En voornamelijk rood op mijn gezicht. Maar ja. It is what it is. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Nu ga ik een proeftentamen maken voor ondernemerschap. En daar heb ik zo les voor. En daarna ga ik werken aan twee herkansingen. Want die zijn maandag allebei een deadline. Dit topje aan van de Zara en weer deze broek. Ook al is het echt 1000 graden. Deze broek zit zo fucking strak. En als ik dan ga eten, dan zit ik sneller vol. Yay! Ik ben dus even inspiratie aan het opdoen voor eten vanavond. Maar ik denk dat ik gewoon naar de winkel ga en dan denk van, dit gaat het worden. Ik besefte net dat we nog gewoon twee bakjes Chinees in de koelkast staan. Dus ik ga gewoon een beetje tempeh of een beetje kip halen om wat erbij te doen. Want we hebben dan nog bami en nasi. Dus onderweg de Turkse winkel. Ik heb even kip gehaald bij de slager. Maar ik ga het maar even marineren in whatever we in de koelkast hebben. Ik denk dat het iets van ketchup en tonijntje saus wordt. Dat is echt van kut. Onze sambal is op. Maar dat ging ik in mijn koelkast zoeken. We hebben sowieso deze sambal nog van Eva's oma. Maar dat is meer lekker gewoon voor op eten. We hebben ook nog Turkse sambal van de kapsalon. En Chinese sambal van de Chineeslaat. Oké, ik heb nu gewoon die sambal, ketchup en... Het laatste beetje sterke saus erin gedaan. Ik ga het even roeren. En laat ik het nog even in de koelkast tot Eve thuis is. Geroerd ziet er zo uit. Echt al een stuk beter. Ik ga het nu even koud zetten. Ik kom net lam uit Vondelpark. Ik heb de nuchtere mensen me laten ophalen. Daar zit ze. Dus, ja, zit in het terras. Ik heb in Vondel hard gefeest. 2 uur? Ja, 2 uur. Oh, 2 uur s'nachts. We zitten weer bij onze vriend van Derja. Dat is ook niet. Goedendag. Het is woensdag. 2 juni. Luister, we moeten echt gaan, hè? En wij gaan weg. Wij zitten lekker bij El Pincho in Haarlem. Dat is echt lekker, hoor. Tabasbaratje, kan jullie zeker aanraden. Kijk hoe leuk zanger, kan die zeggen. Ik pik maar even lekker zo'n biefstukje, hoor. Zo lekker. Wat vind je ervan? Echt lekker. Maar je moet even één jij. Wij zitten nog even lekker aan het water. Ik heb sangria te drinken. Ik heb Martico meegenomen, want het was echt veel te veel. Ik had nog zo'n 0,5 liter. En even nagenieten en dan zo naar huis Nederlands elftal kijken. Wij zijn weer onderweg naar de auto. Ik zit nog steeds barstens vol. Ik heb wel echt lekker gegeten, man. Ik voel de sangria ook goed rijkelijk vloeien. En we gaan naar de auto, doei. Goedemorgen. Ik ben even een rijden aan het maken. Er zijn net twee AliExpress binnen. Ik hoop dat dit mijn zonnebril is. En ik denk dat dit sleutelhanger is die ik heb besteld toen we hier kwamen wonen. 3,5 maand geleden.
Maar we gaan het zien. Het was niet eens mijn sleutel, maar die binnen was. Ik heb dit letterlijk 2 maanden geleden of zo besteld voor Nick, omdat hij een nieuwe auto had. En dacht ik, leuk, kan die een deetje doen aan zijn autosleutel. Maar nu ga ik het gewoon vandaag geven voor je. Hij denkt waarschijnlijk echt, moet ik hiermee? Maar ja, eindsleutel ook. Ik heb even make-up opgedaan. Dit is de zoomhaar geworden. Het is echt wel een stuk korter. Het was eerst ongeveer hier. En het is weer gewoon in laagjes. En die voorste plukjes zijn weer kort. Die waren echt helemaal gewoon met mijn haar mee gegroeid. En ja, het is dus helemaal donker. Het is iets donkerder dan ik wilde. Maar dat is expres gedaan omdat ik ook weer naar Spanje ga dit jaar. En dan wordt het sowieso veel lichter. En met de eerste keer was het ook al lichter. Maar ik ben er echt mega blij mee. Ik laat dus altijd mijn haar doen door Jet bij Draagbaar. En Eve doet ook naar haar. Ja. Show me your hairs. Het is nu in een staart, wacht. Yeah. Allebei doe helemaal dezelfde kleur. Bijna wel, hè? Cute. Cute. Dus nu kunnen we helemaal gefliekt naar deze verjaardag. Woehoe! Het is al 7:10. Ik ben heel de dag bezig met ondernemerschap. En ik eet even een panini. Super slecht. Want Ted en Eve zijn weer bij de Primark. Yay. En daarna gaan ze boodschappen doen. Nou, koken. Dus toen nog even voor ik ga eten. Dus ik dacht, ik maak even een panini. Dit zijn we aan het doen. Maar mijn vriendje aan het kijken. Nee, ik ben zo aan het doen. Hij is echt maar even aan het kijken. Broosje houden, maar... Ik ben gewoon broccoli aan het eten. Opzetten. Dan kijk ik 10 minuten zo. En dan is het zo. Wat met jou? Ja. Dus daarom moeten we nu naar ons meisje staan. Maar ik heb ook wel echt trek in ijsje. Maar hoe is het? En dit jongens is precies de reden dat ik 10 kilo ben aangekomen. Ja, ik weet het zo. Helemaal. Outfit of the night. Joggingbroek. Jas die langer is dan mijn joggingbroek. Topje van vanmiddag. Febo slippers. Maar dat vind jij ziek tegenwoordig. Wat heb jij aan? Ik heb gewoon mijn trainingspakje nog aan. Trainingsbroek. Waarom zoom je in? Vind je zelf van je sok? Wat is er mis mee? Ja, dit is gewoon mijn trainingsout. Ik ga niet mijn sok aantrekken voor. Grapje, grapje. Gelijk weer. Hop, 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 hop. Hey. Ja, gooi het bewijsmateriaal maar weer snel weg, hè? Goedemorgen, wij gaan een voorbereiding aantreffen voor de... Wat een kut is dit, joh! Ik ben deze blonde aan het blazen, het slingertje ervan aan het maken. Wij zitten in de auto onderweg naar Kleine Plompie. Die gaan we even ophalen. En afzetten bij zijn fiets, die had een klein toernooitje vandaag. En daarna gaan we naar het station om Ted en Eve op te halen. Die zijn als het helemaal gefliekt aangekomen. Wij zijn half gefliekt, oftewel ik moet me nog omkleden. En ik moet nog alleen zijn blouse aan. En mijn wenkbrauwen zijn nog steeds licht voor mijn haarkleur. Weet je, niets aan te doen. Gassen richting die slappen. Ik zal zo even laten zien trouwens hoe de garage is geworden. Want ik vind het echt leuk versierd nu. We hebben ballonnen opgehangen, we hebben vlaggetjes opgehangen, we hebben gordijnen geplaatst. Ja. Wij zitten onze lievelingsletjes op te wachten. En je zou al moeten zien hoe ze aanlopen. Alsof ze de knapste meiden van het land zijn. Ze moeten weer even stoeren. Ze moeten echt weer stoeren. Misschien lopen er nog knappe jongens in Alkmaar. Ja. Kijk, ze lopen. Dit is echt zo ver. Wat ik wil zeggen op de vlog. Dat zijn de vorige week ben ik uitgezonden voor een kindercrash. Helemaal mis bij de oude jongens. Ik ben bij de oude. Ja, die gaan dan. Jij wel? Groen. Wat wil je zeggen tegen de mensen? Nee,
gezellig is. Handig is wel. En dat Dani, ja. Volg allemaal Dani op YouTube. En abonneer je beneden. Dani, wil jij nog wat zeggen? Ja, heel graag. Eindelijk een keertje. Vervolgens, we zijn hier op een feestje van Nick Klompen. Het vriendje van Dani. Toekomstige man, toekomstige vader van hun kinderen. Toekomstige moeder van hun kinderen. Dani gaat bijna over de nek. Nee, dit is een grap. Laakman. De beruchte. Alkmaar en omstreken. Minimaal omstreken ook, hè. Je moet meteen staan, dan mag je niet de beruchte. Nee, ja, ik ga wel van slag. Maar, nee, ja. Ik was zo graag een keertje in deze vlog. Nu eindelijk is het moment. Nou, wat denk je zo? Ja. Waar zit de laatste op Insta. Nick Alkmaar op Snapchat. Echt, ik hou van jullie allemaal. Als je mee wilt darten, dan zou ik zeggen, durf het aan. 10 euro, begin je bij zijn bril. Maar ook een tandenbleekcentrum. Dus had je interesse, stuur me een berichtje. Laat gewoon Nick op Insta. DM is open. DM is altijd open voor jullie. Ook voor Dani, maar dat is weer zo. Dat doe ik al lang. Lieve volgers, tot de volgende keer. Hoe is het Daantje? Jij niet. We staan hier voor de winkel van Marco's moeder. Marco staat een liedje te zingen. Met een diepe buiging neem ik afscheid. Heb je oordoppen voor me? Dan nog één keer. Ik wil graag ook nog een man zien. Mijn publiek. Grootste liefde. Dat ben ik niet. Dank ik als laatste. Fake fan. Hij kent de tekst niet. Wat heb je hier op te zeggen? Niks, ik zit gewoon even lekker rustig. Ga jij weer de hele tijd met de vlog? Nick is sjag. Iedereen is brak. Behalve ik. Katerdag. Sapjes, jongen. Wij zijn thuis, ik voel me al beter. Ik ben lekker sushi eten. Nou ja, het zijn echt drie happen, maar stop. Voetbal staat aan. We spelen tegen... Georg. Georg, dat wist ik al.